Ik ben Albert Kooi, ik ben medeoprichter van Dutch Cuisine. Een mooie beweging voor wat ik denk eten van de toekomst is. En ik heb een nieuw boek gemaakt, eigenlijk het vervolg van de eerste. De nieuwe Nederlandse keuken is de nieuwste Nederlandse keuken met beestachtige groenten. En dat is eigenlijk wat ik vandaag ga doen. Ik ga voor jullie tuinbonen op beestachtige manier bereiden. En natuurlijk heb ik daar vuur voor nodig. Goed, nou, ik heb hier de tuinbonen. Vers van het seizoen, dus dat is eigenlijk perfect om nu mee te beginnen. En die gaan gewoon op de barbecue. Het gerecht wat ik ga maken is eigenlijk geïnspireerd op Mexico, maar dan natuurlijk op de Nederlands, de nieuwe Nederlandse keuken. En daar heb ik eigenlijk op gedachten gemaakt van de taco. Dus een hele mooie taco met een mooie vulling. Nou, wat ik wil doen is natuurlijk mooie kropsla, mooi in het seizoen, ook op de barbecue. Met een hele mooie guacamole, maar natuurlijk niet van die avocados uit Mexico. Onze eigen guacamole op basis van die tuinbonen. Dus ik heb die tuinbonen zo meteen gegaard. Die gaan we samen maken met een castriek gemaakt van de tuinbonen. Dus ik krijg die rokerige smaak in die azijn. Dat is de guacamole. En daar gaat dan de verse tuinbonen van de barbecue die we uit de dop hebben gehaald. Die komen erop te liggen. Nou, dat gaat lekker. Ondertussen gaan we dus die taco's maken. En wat ik daarvoor gemaakt heb, dat moet ik een dag van tevoren doen. Heb ik een beslag gemaakt van de oer-Nederlandse boekweit. En niet een traditioneel pannenkoekbeslag met eieren, melk en dat soort dingen. Gewoon water, zout en boekweit. Dat laat ik een dagje staan. Het recept staat natuurlijk allemaal in mijn boek. En die ga ik maken, ook weer een pannetje op de barbecue. Is mijn taco van boekweit klaar. Zie je maar. Het belangrijkste is dat de tuinbonen wel mooi geblakerd zijn, maar dat ze niet te zwart worden, want dan zijn ze echt verbrand. Kijk, dit is eigenlijk een mooi voorbeeld hoe de perfecte tuinboon eruit ziet. En wat je al ziet, heel duidelijk, die stoom is er al. Dus in die stoom worden die tuinbonen in hun eigen pul gaar. En dat is eigenlijk heel de truc van dit bereiden. Wat belangrijk is natuurlijk, dat die door die hitte, maar ook door die rooksmaak, dat die nu even de tijd nodig hebben om door te garen, zodat die tuinboon perfect gewoon gaarheid is. Cuisson noemen we dat. Die haal ik uit de pul. Dit is natuurlijk waanzinnig lekker, hè? Kijk eens, die zijn in hun eigen pul, zijn ze helemaal gaar gestoomd. Even die dingen uit de pul halen. En eigenlijk moet ik zeggen, bijvoorbeeld als appetizer, kan je natuurlijk heerlijk, voordat je de rest van de gerechten gaat maken, kan je dit met een pure beetje zeezout, een klein beetje mayonaise of zometeen de guacamole, kan je die op smaak maken en kan je zo eten. Maar dit, die peulen, die ga ik gebruiken om de basis van de mayonaise te maken. Normaal maak je mayonaise met citroensap, azijn. Nu maak ik gastriek, wat we eigenlijk ook voor de Hollandaise gebruiken. Dus ik kook azijn, appelazijn in dit geval, met appelsap. En die kook ik samen om die smaken van die barbecue geroosterde tuinbonen in die kastriek te krijgen. Ook nu weer heb ik daar een pan op het vuur staan. 1 deciliter appelazijn en 3 deciliter appelsap. En hier gaan dan die bonen in, hè, die geroosterde bonen. En die laat ik 5 minuten trekken. Nou, wat we natuurlijk lekker vinden, veel werk, maar ik vind het eigenlijk het meest chique van tuinbonen eten, als je er een gerecht van maakt, om ze toch dubbel te doppen. Dubbel doppen noemen is dat we dus de pul die er uit de hele pul komt, nog een keer uit de vlies halen. Zie je? En ik heb hier mijn kastriek. Die heeft zeker 5 minuten heeft die staan trekken, maar ook een beetje ingekookt. En ik heb natuurlijk alleen maar een kleine deciliter nodig, die giet ik alvast. 1 deciliter heb ik nodig, die gier ik alvast in mijn maatbeker. Dat is voor de mayonaise zometeen. Wat ik erbij doe is de dubbel gedopte tuinbonen. En voordat ik mijn eieren ga toevoegen, ga ik hem alvast pureren. Kijk, ik ruik nu al die barbecue geroosterde smaak. Nou goed, de rest is natuurlijk zoals we een klassieke mayonaise maken. Of klassiek, in ieder geval de snelle methode. De staafmixen methode, dus met 2 eieren in plaats van alleen met de eiwitten. Citroensap in kastriek in plaats van de citroensap. En ik heb natuurlijk een klein beetje mosterd nodig. Zout, zonnebloemolie, ongeveer een halve liter.
Nou, nu is mijn molen is klaar. Dus mijn mayonaise op basis van de geroosterde tuinbonen. Gastriek van de geroosterde tuinbonen. Maar we hebben natuurlijk ook de crunchy vulling nodig. En die maak ik eigenlijk op de manier hoe we normaal ook vlees bereiden. Dan gaan we gewoon mooie olijfolie over de sla heen sprinkelen. En die gaan we kort ook barbecuen. En dan hebben we eigenlijk een mooie combinatie tuinbonen, sla en de molen. Mooie Amsterdamse uitjes van Kessenbeken om die frisse tonen erbij te houden. En daar gaat dan die molen overheen. Dubbel gedopte tuinboontjes. En daar komt natuurlijk het mooie van die sla. Kijk eens. Dat geeft die waanzinnige barbecue smaak. Wat je natuurlijk in de originele Mexicaanse tacos ook meemaakt. Die stukjes vlees die ze erbij doen. En de combinatie met die crème, hè, die molen. Van barbecue geroosterde tuinboontjes, een zoetzure Kessenbeek Amsterdamse uitjes. Die maken wat mij betreft eigenlijk dit tot de, wat ik dan noem, de nieuwe Nederlandse keuken. Dus een gerecht geïnspireerd op Mexico, maar dan natuurlijk met onze Nederlandse ingrediënten. Eet smakelijk!